Game on! En nu mag Engeland weer beginnen. ...2012 Players Championship Final. 84. Taylor Huibrecht, Kim. 11-6. Dat was toen, dit is nu. 58. De twee beste spelers van dit toernooi. Dat mogen we toch wel zeggen. Edwin Lewis, die vorige partij geëindigd op een gemiddelde van 105,75. Hoger hadden we nog niet gehad. En dat terwijl die op zijn dubbel zijn, maar niet zo sterk stond te gooien. Dat was 28%. Dan stond Ronnie met 92,12 ook helemaal niet slecht te gooien. 100. Tussen missen we nog bijna 180 van Kim Huibrecht in de vorige beurt. Dat tegen hem toch maar even. 45. England Uruguay 40. Ja, dat is verder boven die eerste pijl. Dat kan natuurlijk niet. Dat hoort niet. Huibrecht moet winnen om een koppelswedstrijd af te dwingen. 97. Ja, Taylor is in zo'n flow waar in die legs normaal gesproken allemaal binnen 5 beurten uitgooit. En dan weet je dat je dus, als je je eigen leg wilt houden, dat ook moet doen. 96. Dan kun je dit eigenlijk niet gebruiken. Hij zat erin. Heel even. Ja, omdat hij die flight aanraakt, dan verliest hij heel veel snelheid. En dan komt hij wel in die triple. Maar als je dan net even een wat harder stukje raakt, dan heeft hij niet genoeg snelheid om erin te blijven zitten. Er is altijd één die daar graag gebruik van maakt. Van jouw rotmomenten maakt hij voor zichzelf weer prachtige momenten. Maar denk Huibrecht, wat jij kan, dat kan ik bijna ook. Het is een finish voor Taylor, maar een hele hoge. Dus is Huibrecht nog steeds de favoriet in deze leg. 99. England Uruguay 167. Alhoewel, bij deze man weet je het natuurlijk nooit. 59. Belgium Uruguay 88. Huibrecht. Valt de triple 20 aan, maar het wordt een enkele 5, een enkele 17. 47. England Uruguay 108. Tegen 108. 4 keer 19 is dubbel 16 over. 4 keer 19 staat al. 76. Belgium Uruguay 41. Dan toch weer Huibrecht voor 1-1. Dubbel 8. Ja! Ja, gegooid. Belangrijk voor de wedstrijd dat Huibrecht deze uitgooit. In de problemen geraakt, maar eruit gekomen.
Kim Huibrechts. 140. Die kan er mooi overheen. 60. Die ging er wel overheen, maar niet genoeg. 95. England, you require 167. 45. Daar was nog even een triple nodig, maar die komt niet. 100. England, you require 122. Is Taylor. Enkele 18. Boel blijft over voor een 118 finish. 122 was het. Maar de boel bleef wel over. Ja, ik weet niet waarom ik 118 zeg. Hij heeft rechts voor triple 19 en tops. Nee. 93. England, you require 36. 36. Dan moet Kim Huibrechts toch vrezen nu ook voor een 2-1 achterstand. 9. To England. Fourth leg is Belgium in third place. Game on. Bestaat er een dubbel die Phil Taylor niet makkelijk kan gooien? Heeft natuurlijk zijn favoriet ook. Maar... 59. Het gaat nog steeds volgens plan voor Engeland. 96. Ja, toch. Ook Taylor. Niet zo heel veel triples in deze partij, hoor. Zijn gemiddelde zit op 93. 56. Hij berecht op 88 ongeveer. En Lewis en Huibrechts. Ronnie zijn vrienden geworden. 177. Zo, die persen we toch maar weer even uit. 100. Hoe goed zet hij hem weg? Hij begint in ieder geval vast met een triple 20. Valt dit nog wel mee voor Huibrechts? Maar ja. Dit is goed. Triple 19. Is ook goed. Dubbel 18. Kim Huibrechts. Oeh. 117. England, you require 110. Taylor weet wat hij moet doen dus. Om te breken. Tops gooien nu. Ah, daar gooi ik tops vanaf. 110 gaat hij naar een 3-1 voorsprong. Oh, oh, oh. Wat is het toch een verschrikkelijke man als je tegen hem moet spelen. Dan mis je zelf 153 op de dubbel 18 en dan denk je, nou, 110, ik mag nog wel een keertje terugkomen. Ja, dan zie je die eerste dart al in die triple 20 verdwijnen en dan weet je eigenlijk al wat er gaat gebeuren. Want dan heeft hij het gevoel, ik ga niet naar dubbel 16 deze keer, maar ik ga naar tops.
die voelt beter. 58. En dan gooit hij hem erin ook. En dan kan net zo goed de volgende leg weer voor 18-16 gaan, omdat dat lekker voelt. Ja, en zie het nu nog maar eens recht te breien. 131. België nu in de positie waarin Engeland al drie keer gezeten heeft. Tje. Maar dat was dan met vier heren op het podium. 177. Ja, en dan hebben we dus een World Cup of Darts gezien waar Engeland niet eens in supervorm was. Waar met name Lewis echt niet in supervorm was. Dat was vorig jaar andersom. Toen was Taylor echt niet in supervorm. Ze pakken wel de titel twee keer. Wat moet er gebeuren als ze allebei wel in supervorm zijn? Dan komt er helemaal niemand meer bij in de buurt. Kim Huibrecht heeft er nog geloof in. Dat hij zo dadelijk 139 zou kunnen uitgooien. Het zal wel moeten ook, want ja, anders is het gedaan. Dus, kom op Kim. 139 moet uit. Triple 20. Nee. En dan heeft België de finale gehaald. Dan is de kans nu miniem dat België de finale nog zal winnen. Dubbel 10 voor Taylor. Dubbel 10 voor Taylor. Jazeker. Engeland in 2012. Engeland in 2013. Dat land wint de World Cup opnieuw. Door België in de finale met 3-1 te verslaan. Dan krijgen we zo dadelijk de prijsuitreiking. Deze keer blijft een koppelswedstrijd Engeland dus bespaard. Dan heeft die magistrale wedstrijd, in ieder geval het magistrale spel van Adrian Lewis na de 2-8 stand tegen Ronnie Huibrecht, heel veel aan bijgedragen. Ja, je kan niet anders zeggen dat Lewis op het juiste moment wel de juiste darts heeft laten zien. Kwam 2-8 tegen Huibrecht en dan denk je van nou, dan wordt het nog spannend. Want in de koppelpartijen weet je het niet. Ja, dan laat hij zien waarom hij twee keer wereldkampioen is. Ja, en Taylor was dit hele weekend fenomenaal. Maar ze kunnen lachen. Ze hebben in de finale gestaan. Ze hebben een eerbetoon gegeven aan hun overleden vader Ludo. Wat een leuke gasten zijn dat. En wat kunnen ze samen geweldig darten. Ja, we gaan ze echt nog wel vaker terugzien. Met name natuurlijk Kim dit jaar. Die zullen we op de meeste televisietoernooien terug gaan zien. Maar ik denk ook dat we Ronnie heel snel wel weer op grote toernooien gaan zien. De winnaars krijgen 20.000 Engelse ponden elk. De runners-up 10.000. En dit is de trofee die hoort bij het winnen van de PDC World Cup of Darts 2013. Phil Taylor en Adrian Lewis, nummer 1 en 2 van de wereld.